Ja, Damiel, dubbel gefeliciteerd met je verjaardag en de drie punten. Topavond. Ja, zeker een topavond. Het was op het einde eigenlijk nog wel best wel spannend. Ik ben blij dat Mats een wereldgoal maakt en dat we hier de drie punten binnenslepen. Even net naar die ereronde, want ik heb nog steeds kippenvel van het bedanken van het publiek. Jij ook? Ja, zeker weten. Vooral met Fernando Lewis in het publiek. En ja, het is echt strijden voor hem en we zijn er voor hem met z'n allen. Sterke eerste helft, veel kansen gecreëerd. Kun je jezelf eigenlijk alleen verwijten dat je meer had moeten scoren? Ja, zeker weten. We hadden ook in de rust gezegd, we hadden ze eigenlijk op slot. En we hadden heel veel kansen. Het is jammer dat we er maar één scoren. Alleen, ja, we moeten ze eigenlijk gewoon afmaken. Wat was het verschil met die tweede helft? Want toen was Emmen, kwam wat anders uit de kleedkamer, leek het wel. We hadden minder grip. Of voelde jij dat niet zo? Ja, ik voelde het wel zo. Het was meer hun gelijk pressen. Ik denk dat wij daar een klein beetje moeite mee hadden. Dat we de eerste 10 minuten niet scherp waren. En vanaf daaruit werden hun moe. En speelden wij het eigenlijk gewoon goed uit. En voor de rest, ik ben blij dat we hier 2-1 hebben gewonnen. Toch nog even naar die winnende goal. Want ongeveer een kwartier voor tijd. Jij begint hier aan een rush aan de zijkant. Vertel maar, wat gebeurde daarna allemaal? Ja, ik was mijn corner en die bal kwam eruit. Ik dacht, ik ga gewoon een solo maken. Ik weet dat ik het kan en ik probeer het gewoon. Ik had geen gedachten, niks. Ik zag die speler komen, ik werd nog even getrokken volgens mij. Maar ik zag alleen maar de bal en ik wilde gewoon gaan. En ik, jammer dat hij niet inging met Van Gilles, maar voor mij was deze rust wel echt heel lekker. Ja, maar daarna schiet Mats hem geweldig binnen. Geweldig, helemaal geweldig. Nou, jarig en drie punten, reden voor een bescheiden feestje. Ja, zeker weten. Ik denk soms meteen in de kleedkamer dat het wel even uit de dag gaat.